De operatie Gramati van het Nationaal Leger is op 19 augustus begonnen in La Vigilancia in Powaka. Deze operatie, die duurt tot 27 augustus, richt zich op het bieden van gratis medische zorg aan de lokale gemeenschappen, waaronder consultaties, oogheelkundige en tandheelkundige behandelingen. Daarnaast zijn toiletgroepen van twee scholen in deze gebieden gerenoveerd. Specialisten van het Nationaal Leger, andere gezondheidsinstellingen en de South Dakota National Guard nemen deel aan deze operatie. Het Brokofu Mekmoni-project van SAO heeft op 17 augustus in Brokopondo 66 deelnemers gecertificeerd, waarvan 51 in textiele werkvormen en 15 in elektrohuisinstallaties. Naast hun certificaten ontvingen ze starterspakketten om als micro-ondernemers te beginnen. Minister Stephen McAndrew en districtscommissaris Ludwig Mendelsohn prezen het succes en benadrukten het belang van vakscholing in het district en riepen op tot verdere training en samenwerking. De strafzaak tegen 6 verdachten, waaronder G. Kromosuto en R. Putter, wordt morgen 21 augustus voortgezet. Bij de laatste behandeling door de kantonrechter op 25 juli jongstleden werd er nog geen beslissing genomen over het verzoek tot bewijsuitsluiting van stukken uit Nederland, aangevraagd door de raadsvrouwen van Putter. Deze beslissing en het verhoor van Kromosuto worden morgen behandeld.